Daar stonden oldtimerverzamelingen in van oude auto's en oude bromfietsen en vooral documentatie. En wat, is dat heel bijzonder wat erin stond? Of, Ja, dat is een aantal van die oldtimers waren één of twee stuks van in de wereld. En het archief, dat was uniek. Dat was geen tweede in de wereld van. En de rest is vervangbaar. Moment, ik krijg een kist van de vriend. Ja, ik heb niks meer. Geen idee. Ik zat gewoon op kantoor te werken en het alarm ging af. En toen was het al te laat, hè. Maar dat soort dingen, zowel het familiearchief wat teruggaat tot 1825, maar ook een heel groot archief betreffende de autosport, Formule 1 en alles, met unieke data vanwege mijn werk. En dat is, dat gaat me meer aan het hart, moet ik dan zeggen, dan de materiële waarde van die auto's. Oké, dat zijn maar auto's. Dat was wel uniek, maar dat archief vind ik natuurlijk nooit meer terug.